In het kader van het project Legalisatie van de Overheid heeft waarnemend justitie, minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, de eerste 4 verblijfsvergunningen overhandigd aan illegale vreemdelingen. De uitreiking vond vandaag plaats in het Surbosgebouw aan het Kerkplein. Vreemdelingen die legaal in het land zijn binnengekomen, krijgen via dit project de ruimte hun verblijf voor 2 jaar te regelen. De legaliseringsprocedure van de vreemdelingen is ruim een maand geleden gestart door Juspol. Welzijn benadrukt dat dit een verkort en eenvoudig systeem is die de aanvragers tegemoet komt. Vreemdelingen uit het Caribisch gebied moeten $600 betalen, terwijl vreemdelingen uit andere delen van de wereld $3000 moeten betalen voor verblijfsvergunning. Welzijn stelt dat dit bedrag redelijk is. De wet geeft aan dat de mensen die hier zijn en vragen, die hier verblijven en verder willen verblijven, die dienen het land uit te gaan en hun verblijfsvergunning af te wachten. Dat betekent dat dus ze een terugtocht zouden moeten betalen en verblijf in hun eigen land. Ga maar naar wat het bedrag zou moeten betekenen voor een vliegticket naar Azië en verblijf daar in afwachting zijn van jouw verblijfsvergunning. Het zal zeker het bedrag van $3000 overschrijden. Justitieminister Welzijn zegt verder dat vreemdelingen met deze aanpak gereguleerd worden door de overheid. De bewindsman benadrukt dat de instanties na de afsluiting van dit project geen rekening meer zullen houden met vreemdelingen. Na 20 december wordt dit project afgesloten. Dat betekent dat de mensen die niet voor 20 december geen regeling hebben getroffen, dus niet hebben betaald of een betalingsregeling hebben getroffen via hun werkgever eventueel, die zullen illegaal het land in zijn. Dat betekent dat ze op elk moment na 20 december kunnen worden uitgezet. Waarnemend justitieminister Ferdinand Welzijn vanmorgen bij de overhandiging van 4 verblijfsvergunningen aan vreemdelingen. Deze uitreiking geeft volgens de bewindsman aan dat het legalisatieproject een succes zal worden.